Welkom bij aflevering 3 van Achter de Schermen. De nog steeds nogal nieuwe mediapodcast waarin we elke week bekijken hoe het eraan toe gaat achter de schermen van het Vlaamse medialandschap. Doe ik nog steeds met mijn goede vriend Chef. Dag iedereen. En daarnaast hebben we ook altijd een media insider aan onze tafel. Dat komt omdat wij natuurlijk niet alles kunnen weten over de mediasector. Maar één iemand is hier vandaag aanwezig die zowaar geboren is in de sector. Dus hoe inside kun je zijn? Welkom Victor Verhulst. Dankjewel. En daarnaast ook hebben we een A-lister aan tafel. Echt weer een grote naam, een grote speler uit de sector. En ik denk dat zijn deelname hier vandaag echt een deelname van je welste gaat zijn. Want hij is naast speurder in de Masked Singer, ook gewoon de beste deelnemer van het jaar volgens de Kastaars. Welkom, Bart Kanaert. Welkom, welkom. Niet achter middenbermen, niet achter twee dorpskernen, nee. Maar achter de schermen. Dat was nog niet het lied voor straks, hè? Nee. Dit was het beginlied. Dit was eigenlijk het beginlied, want we beginnen er weer aan. We hebben heel wat feedback gekregen over de aflevering van onze volgers. Ja, ik heb mij gisteren eigenlijk heel de dag bezig gehouden met alle feedback te lezen over de podcast. Want we hadden feedback gevraagd om het varkentje in de mol te kunnen winnen dat Gilles de Koster hier weggegeven heeft. En ik heb daar alleen de beste feedback verzameld. En die ga ik straks met jullie delen, zodat we er ook rekening mee kunnen houden in deze podcast. Ja, en dat we de podcast beter kunnen maken. Nu, maar voor we naar die feedback gaan, moet ik natuurlijk beginnen met de ondertussen traditionele openingsvraag van deze podcast. Bart, hoe was jouw week achter de schermen? Is dat de traditionele openingsvraag? Ja, ik verander de naam vooraan, hè, dus ik vraag niet elke keer Bart. Ik ben niet super hard achter de schermen geweest de afgelopen week. Oh. De Masked Singer, dat is opgenomen al, hè? Lang geleden. Waar ben je dan mee bezig? Ik heb opgetreden, ik heb een paar keer opgetreden. Aha. Ik ben Sven de Leijer, die moet binnen volgend jaar januari moet een zaalshow af hebben. Ja. En die is daar nu mee aan het try-outen en die vroeg, ga er niet mee? Ah, jij vertelt geen moppen. Jawel. Dus hij doet 3 kwartier en ik doe 3 kwartier. En we proberen alle twee zo wat nieuwe mopjes. Dus dat is mijn week geweest. Jullie doen een duo-show? Nee. Hij doet 3 kwartier, dan is het pauze en dan doe ik 3 kwartier. En is het dan een wedstrijd? Wie de grootste lach kreeg. Dat is altijd een beetje een wedstrijd. Hè. Ja? En ben je aan het... Nee, natuurlijk is dat geen, officieel is dat natuurlijk geen wedstrijd. Maar als je met meerdere comedians op een avond samenspeelt, zit je daar een klein beetje mee bezig? Ja, een klein beetje wel. Hè. Ja, zit er dan soms belabberd op je bakfiets naar huis? Of van, oei, ik was vandaag de minste. Ja, maar bij try-outs vind ik dat minder erg, want bij try-outs probeerde echt dingen die je smiddags bedacht hebt en die in je hoofd hilarisch zijn. En dan blijkt dat s'avonds echt... Wel niks te slaan. Dus ik ging vragen, ben je aan het winnen? Ten opzichte van... Het is 2-1 voor mij. Maar wat moeten we ons bij een try-out? Is dat in een zaal of is dat op café? Of is dat, Tussen zalen en café. Dus gisteren was het wel in een klein theaterzaaltje voor 120 man. Maar we hebben ook al in een parochiezaal in Zottegem. En dan is dat ook 150 man die er zitten. Maar dat is echt een nog niet zo concrete show dan? Nee, dat is in mijn geval totaal niet. Ik heb ook nog geen plan, dus ik probeer gewoon... Kan ik je dat proberen en ik je dat proberen? Wat wel heel leuk is. Om... Want soms ga je ook naar try-outs die eigenlijk al volledig klaar zijn, maar ze oefenen op de overgangen. Nee, dat is bij mij echt letterlijk van, ik heb nu deze 10 minuten bedacht vandaag. Ik ga die nu integraal brengen en na een minuut al weten van, nee. Dat is wel spannend, toch? Ja. Je kunt altijd natuurlijk naar grapjes teruggrijpen uit het oude assortiment om toch een beetje te compenseren. Die zitten wel klaar, Trek je dan soms die schuif nog eens open als je merkt dat het niet echt lukt? Een veelgebruikte methode in de try-out scene is de sandwich-methode. Ja. Je doet een oud mopje waar je zeker van bent. Ja. En dan doe je iets nieuw en dan doe je terug een oud mopje. Oh. Dat is zo de nieuwe dingetjes voor en na toch een zekere lach hebben. En het ding is, je kunt ook altijd terugvallen op benoemen dat de mop niet werkte. Dat werkt altijd. Dat kan niet altijd. Voilà. Maar ik vind het ook soms gemakkelijk. Ik weet, maar als je daar staat en het valt echt dood, dan zeg je van, oei, deze zal de show niet halen. Ja. En betalen mensen geld om naar een try-out te gaan? Is dat op uitnodiging of zo? Ik heb nog nooit ergens ticket verkoop voor een try-out. Nee. Jawel. Ja, de mensen betalen een centje, ja. Maar pas op, gisteren was het echt een leuke avond. Oh ja. En ik heb iets geprobeerd. Ik ben heel blij dat ik het geprobeerd heb. Want het is een blijvertje. Dat denk ik niet. Kort samengevat, de show eindigde dat heel het publiek op het podium stond. En dat ik als enige in de zaal zat. Zo is het geëindigd. En dat was gisteren heel cool.
Maar in een zaal van pakweg 500 man wordt dat toch omslachtiger. Ja. Voilà, dus dat is achter de schermen. Dat was jouw week achter de schermen. Maar je bent ook recent geweest naar een opname van... Ja, juist. Ik heb ook ongeveer een week geleden... Want de luisteraars mogen het weten. Ik bel jou eens vooraf. Zo, hey Bart. Hey, het voorgesprek. Het voorgesprekje. Zeker, wat heel aangenaam was. Ik doe altijd de voorbereiding met de Media Insider. Ja. En we hebben ook een fantastisch voorgesprek gehad. Ja, jij en Victor. Ja, ik heb uiteindelijk alles gewoon in de WhatsApp gestuurd en hij heeft gezegd, vriend, komt in orde. Ja, ik ben er niet aan die voorgesprekken. Dan bellen ze op voorhand en dan denk ik, maar ik zal het wel doen als ik er ben. Ja, maar vind je dat niet gemakkelijk om op voorhand... Nee, ik heb dat niet. Ik heb liever de spontaniteit van het moment. Ja, maar, want je moet hier straks een sensationeel mediageheim brengen. Ja, klopt. Maar je broedt er nog op. Er zit een onwaarschijnlijk geheim klaar in mijn achterhoofd. Ja. Oké, maar dus ons voorgesprek, Bart. Ja, ik heb... Jij vertelde toen dat je naar Scherende Schepping ging. Ja, die zijn opnemen. Volgens mij zijn die nog altijd bezig. En ergens, ik weet ook niet meer wanneer precies, ik denk in het najaar of zo, komt dat dan op tv. Ja. En die opname is nu geweest, net. We moeten mensen die hebben voorstellen, in het geval van Scherende Schepping, is dat 3 uur of zo dat je opneemt. Wauw. Okay. Omdat dat ook al eens mijn wetenschappelijke opstelling is. Dat moet dan opgebouwd worden en in allemaal hoeken gefilmd worden. Dus dat is pittige avond wel. En dan moet jij daar zijn als comedian, dus jij moet dan leveren. Je zit er met 4, hè. Ik heb dat zo afgeleerd om heel, heel hard op zoek te gaan naar de mop. Omdat dat altijd toch een beetje geforceerd is. Ik weet het niet, je wordt vaak wel gevraagd als comedian. En de comedian wordt meestal gevraagd omdat hij dan af en toe iets grappigs zegt. Ja, ik weet dat ik dat in het begin veel te hard deed of zo. En dan ga ik dat forceren. En nu ga ik er dan zo arrogant van. We zitten daar 3 uur. Ja. Ik zal wel af en toe. Zal dat wel eens per ongeluk gebeuren? zal dat wel eens per ongeluk gebeuren? In de slimste mensen heb ik die stress wel voor alle dagen. Als je in de jury zit, daar zitten we wellicht met een t-shirt aan. Ik vind mijn eigen kei grappig, met mij gaat de lachen zelfs. Ja, maar ik moet wel zeggen, dat mag ik zeggen, ik ben altijd heel blij als jij erin zit. Is dat? Ja, echt waar. Dat is kei lief. Nee, omdat jij zelfs een van de mensen die daar, naar mijn gevoel, heel weinig forceert. Kun je dat heel goed wegspelen. Ofwel, heel veel spontane grappen. Maar je bent ook een goede lacher natuurlijk. Mensen zullen het al gehoord hebben. Ja, ik zeg maar, omdat daar wordt ook vaak bij nagedacht, als ze zo BV's samenzetten in een panel, wie is er een gever en wie is er een lacher? En jij valt wel in de categorie lacher. Ik heb ooit al eens van een redactielid van de Sven... Van de Sven Ornelis Show. Van de slimste mis, zo na een opname van... Ja. Oh, je lacht altijd zo goed mee. Ja. Dat je denkt van... daarvoor zit ik hier. Niet zozeer voor mijn spitsvondige... Het is daarom ook wat... We hadden eerst al Victor Verhulst vastgelegd. Dan moeten we nog een lacher hebben. Daarom dat we je er nog bij hadden gevraagd. Victor, hoe was jouw week achter de schermen? Ja, ik ben hier bezig in hetzelfde gebouw met af en toe Playcafé te presenteren. Deze podcast wordt gemaakt nog altijd in Play Zuid. Die nieuwe media hub van Vlaanderen. Klopt. En ik moet zo meteen weer aan de bak. En vorige week ook 2 afleveringen gedaan. En zijn de dingen die je daar zegt spontaan? Of vooraan? Playcafé is redelijk aflezen wat er voorgeschreven wordt eigenlijk. Zeg maar, Victor, klopt dat jij ook ooit in dit gebouw gewoond hebt? Ja, klopt. Ja. Is dit een beetje thuiskomen? Dit is altijd een beetje thuiskomen. Ik heb hier altijd vanaf mijn 9 jaar, week om week, gewoond. Tot mijn 18. Dus, want dan moeten we verduidelijken. Hierboven, ergens boven de kantoren, is een appartement. Hier zijn een paar appartementen in het gebouw, ja. We zeiden het daarnet al. Vorige week hebben we een oproep gedaan naar iedereen die luistert naar deze podcast om feedback te leveren. En dat heb jij verzameld, chef. Absoluut. Wat zit er al superlekker? Wat is echt, echt een complete flop? Die dingen dus hebben ze ons gestuurd op Instagram. En ik ga beginnen met een paar positieve, want daarna wordt het wel redelijk snoeihard. Lynn Fokke die zegt... Net geluisterd tijdens het fietsen na een drukke laaddienst als verpleegkundige. Wel een beetje onnozel om op de fiets zo te zitten lachen. Maar ontspannend thuisgekomen. Waarvoor dank. Ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Je leest hiervoor. Ik heb er ook een paar al stiekem gelezen. Ik vond het soms, en dan meen ik echt, hartverwarmend. Ja, dan echt mooie berichten gekregen. Het is leuk om eens feedback te krijgen. Ja. En is reactie op de podcast. Dus waarvoor dank iedereen. Vanaf hier wordt het een beetje kritischer. Ja. Hallo, achter de schermen, .podcast. Op Instagram noemen we .podcast. Hè. Ja. Ik volg jullie en hierbij mijn feedback. Genoten van de laatste aflevering van begin tot einde. Heerlijke, spontane, droge humor. En dan de schijnbare klunzigheid waarmee jullie alles aan elkaar breien.
het accent, spraakgebrek van Pieter Jan. Zo funny. Doe zo voor. Heb ik nu het spaarvarken gewonnen? Alvast mijn adres. Stefaniestraat 21, 2018, Antwerpen. Groeten Kurt. GSM 0474-444-623. Ik heb twee cijfers veranderd. Ah, okay, okay. Ja. En de spraakgebrek van Pieter Jan. Spraakgebrek van Pieter Jan. Je bent er echt van aangedaan. Ja, het komt wel binnen. Maar goed, daar dient feedback, feedback voor. Ja, er wordt aan gewerkt. Yoshi's private privé-account. Niet verzonnen, hè. De geluidjes van Pieter Jan zijn echt leuk. Vooral de zeer kort was echt een streling voor het oor. Dat was hem. Puntje met feedback. Leg de gasten wat meer op de rooster. Wij willen meer mediageheimen horen. Ja, maar dan gaat Yoshi echt aan zijn trekken komen vandaag. Ik heb een geheim klaar zitten. Onze A-lister van de week is natuurlijk ook een topspeurder die deze week een hoge ogen smijt. Gooit, ja. Gooit. Ja. Hoge ogen gooit. Ja. Omdat hij natuurlijk in de hitsensatie van het voorjaar zit. The Masked Singer. Klopt. Vorige week leerde ik al van Jelle de Beulen inderdaad dat dus mopjes, bepaalde mopjes, soms voorbereid zijn. Soms is er spontaniteit. Maar ik vraag me af, als speurder zit je natuurlijk in een soort van BV-panel. In welke mate is dat allemaal spontaan? Ja, allemaal, want je kunt... Wij weten niet... We weten wel welke pakken dat er die avond gaan aandreden, maar we weten niet welke lied en hoe dat die... Dus dat is allemaal spontaan, joh. Ja, maar hebben jullie niet zo bijvoorbeeld... Deel jullie zo'n beetje expres, verkeerd, gokken? Dat is iets anders. ik heb het gevoel dat de productie echt vraagt, mannen, smet maar zoveel mogelijk namen op tafel. Maar dat lijkt me wel zo, dat lijkt me toch een beetje vervelend soms als speurder, omdat je echt namen gaat opnoemen waarvan elke kijker ook denkt van, ja, maar dat begint hij toch niet. Goh, nu, het ding is, dat is echt waar, wij horen dan niet keigoed daar in de studio. We hebben zo van die oortjes in. Ja. We hoort dat niet keigoed. In die eerste aflevering hebben wij een paar keer luid opgezet van, is dat nu een man of een vrouw? Omdat dat oprecht voor ons niet duidelijk was. Ja, maar dat had ik ook wel in de zetel. Ah ja. Ja. Maar op tv denken dan soms, maar dat is nu toch duidelijk een vrouw. Maar wij horen dat oprecht dan niet zo goed. En tuurlijk geven ze ons de raad van, ja, het is niet de bedoeling dat je... Allee, als je het weet dat je dat dan direct zegt en alleen maar die naam zegt, want dan is uw rol wat raar. Ja. En ik vind dat ook tof. Ik zit daar ook niet... Ik vind niet dat ik daar zit om het juist te hebben. Ik zit daar om mogelijke pistes aan te reiken aan de kijkers. Dus ik vind het heel leuk om uit die tipfilmpjes de meest obscure gedachtegangen te verzinnen van, wow, als je dat en dat samenpakt, zou dat misschien toch Victor Verhulst kunnen zijn. Ja, dat vind ik leuk. Ik ga hier nu misschien... Jij zegt het beu, hè? Een pre-media geheim, dus ik zit zeker niet in het pak van de leeuw. En ik kijk ook elke vrijdag naar het programma en mijn vriendin is trouwens grote fan als jij in de jury zit. Blijf hier de loftrompet op, zeg maar. Ja, dat kan toch niet dat jullie mij verdenken? Ik zing elke noot vals en ik ga niet dansen. Ja. Helmut Lotti was ook genoemd geweest als een van de zangers. En die was echt kwaad. Hij was echt razend, omdat hij zei, dit is zelfs geen zanger. Ja, maar het is wel. En bepaalde personages wordt het nu wel zo duidelijk wie erin zit. Ik wil geen namen noemen, maar Aaron Blommaert, Maxime Stojanak, om er maar twee te zeggen. Ja, om er maar twee. En dan blijven die speurders maar allerlei onmogelijke namen opwerpen. Ja, weet je wat het ding is? Dus je doet die opnames... dus je hoort ik hoor die ene keer zingen. En dan 3 weken niet, want dan zit ik in een aflevering in. Dan kom ik er terug bij. Ik weet ook niet wat is er in de vorige opnames gezegd. Ja. Dus ik kom daar terug koud in. En ik kan niet gelijk de mensen thuis op YouTube dat opnieuw en opnieuw beluisteren. Ja. Allee, ik denk dat er één naam of zo was dat ik wel echt heel zeker van was. Mm. Maar dat ik dan wel andere namen ben blijven bedenken wel. Ja. En zelfs bij de stemming op het einde een andere naam zei dan dat het was. Heb je dan nooit schrik om niet genoeg kennis te hebben van wie erin zou kunnen zitten? Timmy Simons, ik zou die nooit op stem herkennen. Ik denk dat ze echt bij VTM gedacht hebben, nu gaan we er eens iemand insteken die niet geraden heeft. Ja, dat is toch. Er is wel nog altijd een pak bij As We Speak, waar ik volgens mij echt nog nergens de naam van heb gezien. Maar echt nergens. Welk pak? Dat ga ik niet zeggen, maar er is echt één pak bij. En dat is echt mega... A-lister, hè? Maar mega A-lister. Ja, wow. Echt. Ja, daar worden wij direct al enthousiast. Ik denk, moet ik zien wat ik zeg, maar de bekendste persoon die er nu nog in zit,
in de pakken? Die is nog niet genoemd. Die is nog niet geraden. En wow, die is nog niet vernoemd. Okay, ik check natuurlijk niet alle fora, ja, maar nog niet vernoemd. Wauw. Ik krijg hier ondertussen trouwens live een feedbackje binnen. Ja. Van, kan die Bart Cannaerts stoppen met de hele tijd op de tafel te kloppen? Dat is heel slecht voor het geluid. Sorry. Zeg, maar die onthulling, hoe wordt dat precies dan gefilmd? Want daar moet toch een ongelofelijke geheimhouding rond zijn? Dus op het einde blijven ze met twee over en dan zeggen ze, de mummie, jij moet ons verlaten. Ja. Wie ben jij echt? Vraagt Jens dan. Ja. En dan moeten alle mensen het publiek moeten dan weg. Iedereen moet weg tijdens... Dan moeten die weg. En als de mensen dan weg zijn, dan wordt het masker echt opge... Voor jullie vier of vijf. Voor ons vier. En dan is er nog wel mensen die meewerken aan het programma. Dat is wel een man of 40 of zo, dat nog wel in die zaal zit. Dus er kunnen wel shots genomen worden van achter die mensen in hun rug. Beetje voor het gevoel van het publiek nog te geven. Dus eigenlijk, het publiek weet niet wie dat er... Maar dat is echt zo. Anticlimactische avond voor het publiek dan, toch? Omdat ze dan ook nog echt nog... Wie ben jij echt? En dan, de persoon in kwestie draait zich dan zelfs nog om. En dan zaal ligt aan. Als je dat nu niet weet en je gaat kijken, denk ik wel dat je teleurgesteld bent. Dat wordt heel duidelijk gezegd. Ah, ja. Mensen weten dat echt. Dat is echt zelfs als naar een stripclub gaan en dan net. Ja, iedereen buiten. Ja. Het is enkel voor het personeel. Ongeveer hetzelfde, ja. Ja, jij hebt ook al in een pak gezeten, hè, in Holland. Ja, ik heb meegedaan. Is al special guest voor het goede doel nodig. Is daar elke week een extra masker uit, eigenlijk. Dus dat was sowieso maar één aflevering. En ik heb met ons vader meegedaan en we waren twee papegaaien. Ik vond dat wel heel fijn om te doen, omdat ik zal nooit zanger zijn. Dus dat was voor mij... Ik ben ook totaal niet echt. Ik kan ook helemaal niet zingen, maar daar was het natuurlijk perfect om dat in alle anonimiteit te kunnen doen. Ja. Zonder dat dat gênant was eigenlijk. Het was gemakkelijk om je te smijten op het podium, omdat niemand... je toch bezig kan zien. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Ja, ook dat. Ja. Ik ben ook geen zanger, ook geen ambitie wat dat betreft. En dat was wel... Het gênantste was het stuk, als je dan ontmaskerd bent, dan moet je dat lied brengen zonder masker. En dus ook voor een lege zaal. Want die mensen zijn allemaal weg. Dat is wel awkward. Maar ik weet dat er toen... Ik kreeg normaal gezien... Je hebt zo oortjes in, maar dat je dan je muziek in hoort. En ik kreeg... Vlak voordat ik moest beginnen zingen, kwam er, ik weet niet meer wat dat was, maar een stem of zo. Of nee, een pianootje. Dat ik wist op welke toon dat ik moest beginnen zingen. Want ik kon dat niet zonder dat pianootje. Ja. Maar dus bij toen ik het moest zingen zonder masker, was dat pianootje er niet. Oh. En ik had niet het lef om te zeggen van, stop even, jongens, met de opname. Ik wil even opnieuw. En ik ben dan toch beginnen. En ik moest echt drie zinnen. Nee, voordat ik op de juiste toon zat. Wordt er een beetje geautotuned? Op de avond zelf zeker en vast niet. Zeker en vast niet. Maar? Dat zou kunnen dat er achteraf... Ja, het verbaast me altijd hoe goed dat iedereen kan zingen. Maar ja, je moet voetballer wel, of niet? Je moet wel... dat kon je toch horen dat niet per se een zanger was. Hè? Allee, met alle respect voor Timmy. Ik wil wel nog wel een geheim vertellen. Een geheim. De tweede aflevering, dus de eerste aflevering, was... Herman Verbrugge eruit gevlogen, Mariske van de Kampioen. Dat altijd bijzeggen. Ja, ja. Want het is belangrijk voor het verhaal. Ah, okay. Dus aflevering 2 nemen we op. Ja. En Jens vraagt aan mij, hoe was uw eerste aflevering? En ik zeg, ik vond het heel leuk, maar ik vond het wel heel, heel erg voor Mark. En het blijft stil in de zaal. Want niemand in de zaal wist natuurlijk wie er al was uitgegaan. Want dat is op voorhand opgenomen. Dus ik verraadde niets, maar ik had dat niet door. Dus ik dacht van, die neemt helemaal niet Mark. Dus ik zeg, nee, sorry, ik bedoel Herman, natuurlijk. Waardoor zeker heel het publiek wist, die is eruit gegaan. Hoe worden kandidaten daar discreet naartoe gebracht en dan weer weggeloodst? In mijn geval, ik moest naar een parkeergarage gaan, die letterlijk op ongeveer 700 meter van mijn deur is. Dus ik zei van, ik zal met de fiets... Nee. Niet met de fiets, want dat gaan mensen verdacht vinden. Als jij met de fiets aan een... Dus ik moest dan met een auto gaan pakken. Mensen die met een fiets in een parkeergarage rijden wel... Ja, maar... Ja. Bizar. Want dat is zo maanden voor dat programma. Dus ik moest met mijn fiets naar mijn eigen garage, die echt de andere kant uit is, een paar straten verder, daar een auto pakken, dan naar de garage rijden. En daar word je in een soort geblindeerde taxi meegenomen. En je moet daar dan direct je kleren aandoen en je hoodie en zo'n schermpje. Ja. Wat dat niet per se nodig is, denk ik.
Maar het maakt het allemaal wel... Ja, vooral omdat er maanden op voorhand die opnames in die repetitie eigenlijk zijn. Ja. Dus als je ergens fietst, ja, wie gaat dan nu linken mee? Ah, hij doet mee aan de master. Nee, maar ja. Ik snap het ook wel. Ik vond dat toen ook stom, maar dat draagt wel bij tot... het is geheimdoenerij. Ja. En dat maakt het allemaal wel wat spannender. Pas op, naar de repetities mogen wel in hun eigen auto. Maar dat is dan wel een geheime locatie wel. Je bent dus nu... De slimste mensen heb je heel lang in gezeten. Nu Masked Singer. Dus je bent eigenlijk wel echt een grote naam aan het worden. Ja, is toch? Een grote speler. Een grote speler, mogen we zeggen. Maar, wat ik daar zo chic aan vind, niet zendergebonden. Niet zendergebonden? Dat is toch straf, want we leven toch in een heel verdeelde mediawereld. In die zin dat we bijvoorbeeld voor onze podcast, we mogen dat zeggen, er maar niet in slagen om meer VTM'ers hier te krijgen. Ah, ja. Ja, dus dat is... Dat is echt moeilijk. We vragen echt... Grote en kleine spelers, maar we stuiten altijd op een jet. En nu achter moet ik wel, sorry dat ik onderbreek, uit eigen ervaring, want ik ben dus gebonden aan Play 4 en als ik een aanvraag van een andere zender krijg, ook als ik, soms als je er gewoon geen zin in hebt, dan kun je dat daar wel op steken. Dus. Wel, ons vermoeden mogen dat al te worden. Maar, maar jij bent dus zenderloos gebleven, is dat bewust? Ik heb daar nog nooit zo hard over aan. Ik heb ook nog nooit hele exclusieve contracten voor mijn neus gekregen. Dus ik kan me dat inbeelden dat zo nu wel het moment is dat er zoiets in jouw richting zou uitkomen. Dat zou kunnen, dat dat gebeurt. Maar ik weet niet of ik dat zou doen eigenlijk. Want ik doe nu de dag van vandaag op 1. Dus je zou dan denken, ik ben dan een 1 gezicht. Maar ik vind dat dan raar om als er dan een ander voorstel zou komen, dat ik dan moet zeggen van, nee, ik wil dat niet doen, want ik zit dan daar vast. Of vooral zo'n exclusiviteitsding houdt ook soms in van, je hebt nu geen programma dat je zelf bedacht hebt. Nu moet je deze doen. Ja. En daar zou ik echt... ik weet niet hoe dat bij u contract zit. Of dat jij verplicht bent. Ik zit hier toevallig vandaag. maar ik denk dat jij wel... ik weet niet of dat een ambitie is van je, maar jij zou toch... Volgens mij zijn ook wel een mensenmens of zo, die graag babbelt met mensen en zo, of niet? Ik heb niet zo... Zoals vele mensen, ik heb niet zoveel human interest... ambitie eigenlijk. Ik vind dat, ik zie dat denk graag, dat je maar dat heel goed zou kunnen. Je moet gewoon nog een voertuig of een dingen vinden waar dat je dan de BV's in gaat interviewen. Hè. Ja. Een huis, een bus, een boot. Heb jij dat wel, dat je zo human interest hebt? Ja, maar ik zou dat ooit wel heel graag doen. Ja. Maar ik vind mezelf nog een klein beetje te jong om dat te doen. Of in de mediasector zeggen ze dan altijd nog wat kilometers doen. Los van het voertuig. Ja. Maar als in dan pakweg de tafel van 4 binnen 10 jaar... Nee, studio niet echt. Oké. Maar ja, we zullen wel zien ooit of dat er van komt. Maar ik denk dat jij hebt er wel een goed profiel voor, vind ik. Ik weet niet of je het hoort, maar ik ben een enorme fan eigenlijk. En jij, voel je dan zo druk om in de voetsporen van de vader te treden? Oh, nee, nul. Nee? Nee, echt niet. Ja, maar ja, omdat er is nu... Het is wel echt zo'n beetje zo'n hype word, de Nepo-babies, zo de familiegebonden... celebrities. Ik kan me inbeelden dat er ook wel veel druk enerzijds en anderzijds ook zo, maar ik wil ook wel niet echt hetzelfde zijn. Maar ik doe daar nooit flauw over. Hè. Soms word je in een bepaalde situatie geboren dat je gewoon veel kansen krijgt en dat is een voordeel en er komt daar wat druk bij kijken. Dat is het nadeel zeker. En, je moet er gewoon een beetje omarmen, vind ik. En mijn vader heeft natuurlijk iets fantastisch opgebouwd en je moet dat vooral omarmen en niet als een strijd bekijken om dat beter te doen of om op te volgen. Ik vind het heel leuk om samen met hem, hand in hand, dingen te doen. En, ik zie dat zeker niet als een strijd. Van, ik moet daar boven gaan. Ja. En Victor is daar ook toch ook al een beetje voorbij, vind ik. Ja, je bent niet meer de zoon van of zo, toch? Nee, maar dat heeft wel lang geduurd, hoor. Dat snap ik. Ja. Maar dat is ook iets, je moet je daar niet tegen verzetten, want het is gewoon zo. En, je bekijkt dat zelf altijd als iets erger dan als... mensen dat bedoelen, denk ik. In deze podcast zijn we natuurlijk steeds op zoek naar mediageheimen. Die willen we de wereld uithelpen. En daarvoor worden we altijd geholpen door onze media-insider. In dit geval is dat Victor Verhulst, die natuurlijk barst van de mediageheimen. Ja. En eentje daarvan gaat hij vandaag toelichten. Ja, het gaat eigenlijk over een unieke kans die ik ooit gekregen heb. In de backstage van het Sportpaleis. Oh. We doen dan met Studio 100 elk jaar de grote Sinterklaasshow. Ja. En daar zitten alle figuren in. Dus ook Boomba en Boombaloo. En
Boembaloo, die werd vroeger gespeeld door Jan van Loveren. Dat is eigenlijk het eerste geheim dat ik hier drop, want ik had er nu zo lichtjes over. Ah, ja, ja. Maar dat is nog niet geweten? Geen idee. Nee, zeker niet. Dus die deed dat toen in het Sportpaleis. En ik was nog een klein jongetje. Ik denk, ik weet niet meer juist hoe oud. Tussen 12 en 14 jaar of zo. 13 dan? 13. En ik was een beetje aan het dollen met Jan in zijn, ja, loge. En hij zei ineens, ja, je krijgt 10 euro als jij zelfs in, als Boembaloo op het podium gaat. En dus heb ik ooit Boembaloo gespeeld op het, ja, in het Sportpaleis eigenlijk. Ja. En dat was jouw eerste grote performance dan? Ja, klopt. Ja, en ik stond echt, dat lijkt nu dingen, maar ik was echt heel nerveus daarvoor. Ja? Ja. Want we mogen het zeggen, dat is eigenlijk een beetje zoals in de Masked Singer. Alleen moet je niet echt zingen, je moet ook zelfs geen geluid maken, maar vooral zwaaien. Hè? Ja, ik moest er dan zwaaien en dat pak was net te groot en zo, dus ik liep bijna mis, maar gelukkig. Nee, dus ja, dat was het geheim dus eigenlijk, ja. Maar ja, voor 15, dat is 15.000 man die daar in de zaal zat waarschijnlijk. En die dat nu te horen krijgen. En dat was eigenlijk Victor Vreus. Voor die, ja, mensen gaat dat wel... Ja, dat gaat inslaan. Ja, dat gaat echt. Tijd voor het showbiznieuws dan. Het eerste nieuwtje stond in TV-familie, want TV-familie pakt uit. Ze zeggen, het is zover. De unieke herencollectie van de 32-jarige zanger Meteor hangt eindelijk in de winkel. Heeft hij een eigen collectie? Ja, in samenwerking met de keten E5 is de collectie gedurfd en speels. Net zoals de persoonlijkheid van Meteor. Met pastelkleuren zoals lavendel en roze, tot neutrale tinten zoals beige en zand. Want dat zijn ook de favoriete kleuren van Meteor. Ik ben daar juist op de A12 gepasseerd aan E5-mode. Stond en ik heb al? Effectief een affiche gezien van Meteor met een soort kleurig Hawaii-hemd. Ja, ja, het is dus, ja, het zijn hemden en broeken, veel korte broeken ook. En op de vraag of hij zijn eigen collectie zag aankomen, antwoordt hij... Tot een paar maanden geleden zou ik het niet geloofd hebben. Maar er gebeuren tegenwoordig veel onverwachte dingen in mijn leven. Dit kon er ook wel nog bij. Ik vind wel dat er veel... BV's tegenwoordig een kledingcollectie hebben. Ja, maar dat is heel onverwacht. Niet meer bij te houden. Ja, maar dat kan er dan wel weer nog bij, maar het is wel onverwacht. Ja, heb jij nooit een aanbieding gekregen? Ja. Ja. Nee, ik voelde weer zo'n geheim opborrelen. Nee, helemaal niet. Nee. Dat lijkt me toch nogthans iets voor jou. De Victor Verhulst pettencollectie. Ja, geen idee. Petten. Ja? Nee, nog een petten, man. Dat kan nog iets zijn. Ja, ik zit vaak een pet op. Ja, en klopt. Wat is je favoriete kleur? Sneeuw? Of rots? Die van hem is zand, hè. Zand. Met de jongens is het zand. In Dag Allemaal. Wat ik opmerkelijk vind in Dag Allemaal, er wordt elke week wel iets besproken over Boer Zoekt Vrouw. Spraakmakend programma. Spraakmakend programma op zondag op VTM. Maar ze moeten daar ook altijd vragen aan de boer in kwestie wat ze van Dina Tersago vinden. Die moeten daar ook altijd eens zeggen. En deze week was het boer Jeff. Die mocht zeggen, het scheelt maar één letter, maar Dina is toch geen diva. Maar dat ze tijdens de oproepaflevering in de kasten van mijn slaapkamer rommelde en mijn condooms en massageolie toonde, dat ging toch wat te ver. Dat mag van geluk spreken als ze zijn SM-masker en zijn tepelklemmen niet laten zien. Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken, die heeft het gehad met onze regering van idioten en kan dat niet langer verzwijgen in de Dag Allemaal. Wat zeg? Ja, hij trakteert ons op een opsomming van zaken waar dat hij tegen is. Onder andere tegen windmolens. Zegt hij, kan je geloven dat ze die klimaatminaretten ook hier willen neerzetten? Maar er is meer. Ik zei nog te recent tegen Bart Tommelijn. Als je nog meer zones 30 invoert, gaan de mensen straks hun auto moeten duwen. Maar hij kijkt al uit naar de zomer. De opwarming van de aarde is ideaal voor een badplaats. We hebben er al 2 prachtige zomers op zitten. Denk ook aan de prachtige palmbomen die straks op onze zeedijk mogelijk worden. Of de dolfijnen die hier passeren. En het is daar al zo'n paradijs. Echt waar. Jean-Marie de Dekker droomt wel van een nationale comeback, maar de leeftijd zit hem niet helemaal mee. Volgend jaar word ik 72. Dat is een serieuze stap in de prostaatleeftijd. Ik word er niet scherper op. Vroeger was ik spitanter in debatten en rolden de one-liners er als vanzelf uit. Maar is hij 72? Dan kun je veel zeggen van je, maar die ziet er wel nog goed uit. Wel nog goed, ja. Koen Krukke wordt natuurlijk ook iets ouder en is intussen al meer dan 50 jaar samen met zijn echtgenoot Jan. En daarover vertelt hij uitgebreid in de Primo. De Primo vraagt, jij en Jan zijn al meer dan een halve eeuw samen. Zijn jullie elkaar al ooit eens kwijtgeraakt? Waarop hij zegt, nee, we zijn nooit uit elkaar geweest. Het gebeurde dat we elkaar wekenlang niet zagen. Ik werkte in Duitsland of Oostenrijk, maar we hadden een vliegtuigrelatie. We huurden dan een suite, zodat we boem boem konden doen en na het avondeten zat ik alweer op het vliegtuig.
Ik heb toevallig gisteren Koen Krukke nog gehoord. Oh? Ja, het is echt, in een suite? Wij horen elkaar regelmatig, Koen. Ja, echt? Ja, maar ik ken Koen al van toen ik... Ja, natuurlijk. Heel klein was. En nog een mediageheim, ja. Wat ik hier ga prijsgeven. Koen deed vroeger op zijn Instagram allemaal typetjes. Ja. Het is zo die filters ontdekt. Zo van, dat je een baby kon zijn. Of een, ja. Maar hij is ermee gestopt. En ik vraag regelmatig nog eens om voor mij toch nog die typetjes te spelen. En dan krijg ik allemaal filmpjes. Op aanvraag. Op aanvraag, ja. Dus, en op aanvraag doet hij het wel. Ja. Stuur allemaal naar Koen Krukke. Hij heeft me beloofd dat ze terugkomen. Oh. Ja, als het moment daar is. Ja, er was een tijd dat Koen Krukke nog zo'n Instagram-sensatie was. Zo, hè. Ja, toch? Is toch? Klopt, maar hij is dus met die typetjes gestopt, maar er komt een comeback. Ja. Wauw. Oké. Dat was het eigenlijk alweer voor het... we zijn weer helemaal up-to-date met het showbiznieuws. Dat wil zeggen dat het nu tijd is voor het tv-reliquie. Oh. Want elke week geven we hier een legendarisch tv-item weg aan de luisteraars. Ja. Dat wordt voorzien door de A-lister van de week. En onze A-lister is Bart Kanaerts. Ja. Bart Kanaerts, wat heb je meegebracht? Wel, het is een reliquie die ik al 10 jaar in mijn bezit heb, eigenlijk. Tien jaar, 2013, heb ik 1 seizoen van de legendarische tv-quiz De Pappenheimers mogen presenteren. Daarvoor was dat altijd Tom Leenaerts. En die had het toen te druk met iets fictie achter, denk ik. En dan vroeg hij mij of ik dat wou ook eens een jaar doen. En wat daar in... De Pappenheimers werd er niks van beeldfragmenten getoond, niks van muziek, behalve heel af en toe haalde de presentator een kazoo boven, waarop dan werd geblazen en daar waren dan de muziek vragen. En ik heb die kazoo in kwestie nog altijd bij. Nog altijd. En ik heb die erbij. Die is al lichtjes geabimeerd. Wow. Het is echt een gouden exemplaar. Het is een soort gouden exemplaar dat ik dus van Tom Leenaerts heb gekregen toen als hij... En dus van hier, dit is waar ik het op deed. Ja. Nu krijg jij deze. Hij werkt nog altijd. Goed. En dus voor mensen die... Het kwam een beetje stof uit. Hij zat in een doos ergens. Die dat willen hebben. Wat moeten ze doen? Ga jij dat echt weggeven? Dat mag je niet doen, jong. Dat is toch, daar gaat er spijt van krijgen. Ja, maar we geven hier enkel maar waardevolle items weg. Denk aan het varkentje. Ik had van alle andere dingen. En zij zei van, je moet dat doen. Dus ik heb dat dan... Dat is zoiets. Je geeft dat subiet weg en op de backfiets terug naar huis. Dat er zo wat tranen over je gezicht rollen. Dat je bent spijt. Ik vind het een heel straffe tv-reliquie. Een heel straf tv-reliquie. En je kan er ook nog iets mee doen. Hè. En kan het gebruiken. Familiefeest opvrolijken. Wat moeten de mensen daarvoor doen, Jeff? Wel, ik heb mij laten vertellen dat de reclame rond een podcast vaak mond-aan-mond reclame is. Juist. Dus dacht ik, misschien moet iedereen wat mond-aan-mond reclame maken over de podcast. Ja. En de vraag is dan, hoe kunnen we dat bewijzen? Dan stuurt je ons een DM op Instagram, achterschermen.podcast, en je geeft eigenlijk een verslag van hoe je dat mondeling hebt overgebracht. Ah ja, en wat de reacties waren. Ja, wat de reacties. Bijvoorbeeld, ik heb het verteld aan mijn juf. Of aan de kassiers. Maar kun je niet op Instagram zo iemand anders... Zo ja, maar het is, ik denk dat dit gebaseerd alle is op manieren, vertrouwen. Alle manieren zijn eigenlijk goed. Ja. Zolang dat je maar andere mensen in contact brengt met de podcast. Ja, mooi. Een soort piramidesysteem eigenlijk, waar jullie nu op boterland zitten. Eigenlijk wel, ja. Dat systeem maar gebaseerd op vertrouwen. Hè? Want wij vertrouwen natuurlijk onze luisteraars. Heb jij het aan iemand doorverteld... doe daarvan verslag en maak kans op dit ongelooflijke tv-reliquie, namelijk de originele kazoo van Bart Kanaerts. Wauw. Ik had er echt spijt van krijgen, Bart. Het begint al een klein beetje, de spijt ik even toe. Het begint al een klein beetje. Er zijn ook vragen van onze luisteraars binnengekomen. Naast feedback ook vragen. Vragen van het volk. Noem ik dat? Ja. De eerste vraag is van Miel van Weehagen. Wat is het gekste dat je ooit al hebt aangeboden gekregen omdat je een bekende Vlaming bent? Hier, vorige week heeft Jelle de Beulen zijn boekje opengedaan. Een LSD-microdosiskuur aangeboden gekregen. Ja. En ook een gratis broodje preparé. Ja, dat was al sensationeel, maar we gaan nog op zoek naar... Ik moet hier, denk ik, ook jullie teleurstellen. Man, niks eigenlijk. Nog nooit zo ergens... Omdat ik een BV ben. En we zitten binnen de categorie broodje preparé. Dus maar nee, zelfs... Een cola. Ja, misschien al eens een pintje, ja.
herinner ik mij zo, in een café. Hela. Oh. Maar verder. Maar ik ben heel onbereikbaar ook op het internet. Je kunt me eigenlijk niet contacteren. Nee, dat klopt, want ik probeer dat al 10 jaar. Ik heb een reactie gehad. Wat een bewuste keuze is. Oké. Dus misschien zijn er wel heel veel aanbiedingen die niet tot bij mij raken. Ja. Dus je mogen dan DM'en naar jullie. En dan gaan wij het laten weten wat de mensen je allemaal gratis willen aanbieden. Want jij hebt een Japanse wc, of uw vader heeft een Japanse wc. Mijn vader heeft thuis een Japanse toilet, ja. Hoe gekregen bedoelde? Dat is breed uitgesmeerd geweest. In de slimste mens. Ja, het was zo. Dus hij had het eigenlijk gewoon gekocht. En James had er dan over liggen vertellen op de kap van ons vader. En toen heeft James erin gekregen. En dat van ons vader dan eigenlijk niet oké. Ja. En zo wil het. En dan heeft hij er nog een gekregen. Ja, ik denk het. We kunnen met twee gaan kakken. Ja. Heb jij dat soort dingen, sanitair of niet-sanitair, al aangeboden gekregen? Nee, maar ik vind dat wel een zaligheid, zo'n Japans toilet. Zo. Ja. Vooral die met de verwarmde bril. Mm-hmm. Heerlijk. Dat is een specifiek modelletje? Ja, soms zit dat zo wel op plaatsen waar je komt, dat dan ineens de bril verwarmd is. Ja, maar dat is gewoon omdat er vlak voor u iemand gegaan is. Nee. Is dat dan niet? Japaner ervoor op. Dat is top. Ja. Nog nooit meegemaakt? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb het nog niet. Want ik weet dat William boven dat ook heeft. Echt? Ja. Exposed. Is dat zo een BV-ding om te hebben? Zo? Ja, ik weet het niet. Het lijkt zo dat je zo, echt, dat je zo eigenlijk kunt namedroppen wie het al wel heeft en wie nog niet. Ik weet dat nu toevallig van William heeft dat eens verteld. En die was er echt laaiend over van dat hij echt de max is. Ah ja. Maar het is nu, moest mijn toilet nu kapot zijn en ik zou een nieuw moeten kopen, zou ik misschien wel eens kijken voor zo'n Japans toilet. Maar om nu te investeren zonder dat er iets mis is met mijn PC nu, een beetje overdreven of zo. Oké. Niet? Ja, een eerlijke getuigenis. een vraagje van Masked Singer fan account. Waarom drinken jullie nooit van die Richie frisdrank? Ik drink daar keiveel van. Ja? Want die glazen zitten altijd boordevol. Die worden bijgevuld. Ah. Als het stil is, wordt dat bijgevuld. Maar ik... Ik kan niet in iedereen zijn naam spreken, maar ik drink daar. Ik vind dat oprecht lekker. Ja. We zeggen nu aha, maar eigenlijk weten we dat, want in Café de Mol is dat eigenlijk ook zo. Daar is dat met Brugse Zot. Maar dat wordt ook bijgevuld. Brugse Zot, Richie Cola, Porto Cruz. En de glazen mogen altijd lekker vol zitten, dus ze komen dat tussen. Shots komen ze dat altijd maar daardoor denken dus de mensen, er wordt niet van gedronken, dus het is eigenlijk geen goede reclame. Ik vind het eigenlijk een raar beeld. Eigenlijk lijkt het dan slecht. Ja, je moet oppassen, want Richie sponsort zowat elke programma tegenwoordig op de en vooral die heeft mij, die een baas daarvan, heeft mij op de Kastaars een t-shirt aangeboden. Amai. Richie Cola. Die riep mij bij zich van, hey, ik ben de baas van Richie. Ik dacht van, nu gaat het komen. En ik zie op tv komen en dat er wel wordt gelachen met je kleren. Ik dacht van, nu komt er een of andere dikke deal. Ja? Kan je een t-shirt van Richie opsturen? Oké. Okay. Wow. Nooit gezien trouwens. Ah, bij deze oproep. Ja. Voilà, waarvoor de podcast allemaal niet goed is. The Girl from Arcadia vraagt Bart en Victor. Zijn jullie ook gevraagd om mee te doen als BV in de Mol? Vorige week vertelde Gilles de Koster hier dat er verschillende BV's in de running waren. Ja. Maar dat er maar één echt geschikt was. De anderen waren om een of andere reden in hun persoonlijkheid niet geschikt. Zijn jullie in de running geweest? Ik mag daar niks over zeggen. Ja, ik ook niet. Milde ja? Ik voel hier wel iets, maar... Ja, als ik nu bij Jimmy Fallon te gast ben, zou ik misschien zo'n bekentenis durven doen. Maar hier insinueren we het enkel maar. Ja, dat brengt ons bij het ongelofelijke eindlied. Ja. Nu al? Nu al. Ja, okay, nu al zijn we dus... Ik ga mijn tekst erbij. Maar er is ook feedback op het eindlied gekomen. Ja, hele december heeft gezegd, als ik dan toch een verbeterpuntje moet aanreiken, dan gaat het toch over de timing van de gasten in het eindlied. Ja. Dus ik zou toch wel aan de gasten zeggen om de timing in orde te krijgen, want er zijn mensen die er zich mateloos aan storen. Dus de luisteraar vond jullie timing prima. Oké, dat lijkt me haalbaar.
Achter de schermen, achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Deze week geen Masked Singer op tv. Bijzonder jammer, maar gelukkig wist ik er raad mee. Want als ik gekke pakken wou zien, dan moest ik daarvoor zijn bij de nieuwe kledinglijn van Meteor. Oh nee. Achter de schermen, achter de schermen. Ja, dat was weer waar. In de Vlaamse media. De CM begon deze week een OnlyFans. In plaats van dus een sexy dame voor de lens. Ik heb eens gekeken, best wel interessant. Klevertjes kleven stevig aan mijn hand. Achter de schermen, achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Theo Maassen zette een driejarige uit zijn show. Een peuter in de zaal, dat was echt een no-go. Humor voor kleine kinderen, dat is een vak apart. Eigenlijk dus echt meer iets voor comedian Canaerts Bart. Okay. Achter de schermen, achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Er was deze week goed nieuws voor Bart de Pauw. Die onlangs zei dat hij een tweede kans wou. Zijn people skills zijn namelijk van een dusdanig niveau. Die wordt sowieso de nieuwe Plopsa CEO. Achter de schermen. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Heel mooi eindlied. Timing van de gasten vond ik ook impeccabel. Beter. Ja, we zullen nooit weten wat de clue van die mop helemaal was. Maar het was iets met de CM en een OnlyFans-account, vond ik het wel. Ja. En gele stickertjes. Ik had, ik had gewoon te snel mijn dingen gelezen. Ja, sorry daarvoor. Je hebt te hard van stapel gelopen. Ja, te enthousiast. Ja. Goed, dit was hem, de derde aflevering. Leuk zeg. Van achter de schermen. De beste, denk ik, tot nu toe. Nee? Ja, ik krijg hier alle feedbacks van binnen. De beste tot nog toe, zeggen ze. Nee, heel erg bedankt om hier aanwezig te zijn. Media insider Victor Verhulst, A-lister Bart Canaerts, kan het niet genoeg zeggen, grote naam. Misschien was dit wel de beste deelname tot nu toe. Met jou was Kastaar winnende deelnemer. En ik bedank ook natuurlijk Chef Bronder. Oh ja. Ja, je was hier ook vandaag met heel veel feedback. Oké, volgende week woensdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering op Spotify, eender welke account, en ook te zien op GoPlay. En volg ons zeker op Instagram. Ja, en als er toch nog feedback over deze aflevering zou zijn, mag het ook doorgestuurd worden. Hè? Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. En voor wie helemaal tot het einde van deze podcast is geraakt, de winnaar van het tv-reliquie dat we vorige week weggaven, is Josephine VR. Proficiat. Zij wint door de wel heel uitgebreide feedback op onze podcast. Veel plezier met het varkentje van de mol.